jullie vandaag de uitdaging. Komt-ie. Bedenk een afval, inzamel en hergebruiksysteem voor jouw school. We vragen jullie om na te denken over deze vier aspecten. Op school hebben we nog wel gewoon vuilnisbakken waar alles in gegooid wordt. Dus dat is wel jammer. Wat voor dingen zouden ze kunnen ondernemen om het afval nog beter te scheiden? Bijvoorbeeld dat iedereen echt een soort iemand langskomt die de kinderen vertelt over wat er allemaal gebeurt in de wereld als we niet verder gaan met afval scheiden. Ja, het gaat geweldig. Het gaat geweldig. De kinderen die gaan eigenlijk meteen op hun doel af. Afval scheiden moet leuk zijn. En moet niet alleen leuk zijn, het moet ook duidelijk zijn, zelfs voor de kleinste kinderen op school, de kleuters, van wat de bedoeling is van afval scheiden. Dus we zijn allemaal bezig met concepten voor het scheiden van afval, sorteren, hergebruik op scholen. Maar je wilt natuurlijk ook je prototype tot leven brengen. Dus de materialen die we hebben zijn onder andere een vrij simpel motortje die je kunt aansluiten op een batterij. En we zijn net begonnen hiermee met de microbus. Dat is ook een leuk stukje techniek. Je kunt het programmeren met een laptop. Superleuk dat we hier met z'n allen zijn. We hebben een prachtige jury die feedback gaat geven aan de kinderen. Wij zijn van de Witte Olifant en wij presenteren de afvalolifant. Dan heb je hier ook nog een lichtje en als je hem er dan zeg maar in de goede bak gooit, dan gaat het lichtje hier aan. Een mooi idee. Dus als je wat doet, dat je er wat voor terugkrijgt, ook al is het maar een smiley, dan ga je toch een beetje van glimlachen. Dus dan is afval toch leuk om op een leuke manier te scheiden. Dus dat vond ik wel een hele leuke gedachte van jullie. De app die wij hebben bedacht. Dit is het startscherm. Gaat het hier naar beneden. En dit is hier een scanner. De jury was het al heel snel eens dat deze school er met kop en schouders bovenuit stak. Met een super origineel ontwerp. Dus kom naar voren, jullie zitten al te dansen. Ja, gefeliciteerd. Nou, hier moet dus restafval in, hier moet plastic in, hier moet papier in en hier moet groente, fruit en tuinafval in. Dan gaat het erom dat je de minste afval verzamelt, zodat je alles weer gaat hergebruiken. Als je hebt gewonnen, dus de minste, zeg maar, gram erin hebt, dan win je een wisselbeker. En hier heb je dus de microbit, dat die zegt goed of fout.